Hallo allemaal, welkom bij het kanaal van GTDCNCC. Dit is voorlopig even de laatste Tycus Hunting video van 2023 voor FGS. We zitten midden in de verbouwing van het huis en alles zit in dozen. Wat voor mij ook heel moeilijk is. Ik moest alles uit handen geven. Maar ik ben ook licht van gehandicapt en ik heb een autisme. Dus het is voor mij heel moeilijk om sommige dingen in dozen te doen. Ik weet niet of iemand anders dat ook heeft. Als iemand dat ook heeft, laat het dan even weten in de reacties. Maar voorlopig laten we nu maar even kijken wat we hebben gescoord. Bij sommige winkels van Tycast. Laten we maar even kijken. De eerste is de Jurassic World. Actiefiguurtje, de Benny Biders, en dit is de Pyroraptor. Gaaf dino. Je kunt hem buigen, strekken, de mond kan open. Ziet er gaaf uit. Dit is wel een hele mooie dino. En ik heb hem gekocht bij de Kruidvat voor €1,99. En zal er dan een setje van. Ik geloof dat ik ze allemaal heb. De tweede, dat is de Atrociraptor. Ook wel een mooie. Gaaf. De derde is de Stegosaurus. Goeie films ook van Jurassic World. Ik heb ze bijna allemaal gezien. Dit is de Gigantosaurus. Ook wel mooi. Wauw. En dit is de Tyrannosaurus Rex. Ook een hele mooie. Gaaf. Nou, dan hebben we ook nog Hot Wheels auto's. De eerste, dat is de 84 Mustang SVO. Van de 80 series. Mooie auto. Dan hebben we hier nog een Altered Ego, een Dragster. Ik ben helemaal gek van de Dragsters. Zo'n mooie auto's. Mooi parachute. Wheelie-bar. Een tv-series Batmobile van de klassiekers. In goud. Mooie kleur. Raampjes zijn in paars. Met een paarse streep op de zijkant. Mooi. Twee keer de Batman Arkham Asylum Batmobile. In paars. Met een klein beetje groen aan de zijkant. Ook wel een goede wagens. Ik heb hier de Porsche Panamera Turbo SI Hybrid Sport Turismo in rood. Mooie elektrische wagen. Daarnaast is een Dragster van Matt en Debbie. Hij is 1988 Pro Street Thunderbird. Ook een Dragster. Die is ook mooi. Dan heb ik hier nog een Trolls Monster Truck in geel. Met wat groen.
En dat gekke haar op de bovenkant. Lijkt wel een beetje op een Volkswagen pick-up. Van vroeger. En het hebben ook nog een gele gecrashed auto erin. Ziet er mooi uit. Dan nog een paar comics. Dit is Jump nummer 25. Een leuk verhaal over Idefix. De hond van Asterix en Obelix. En nog wat andere dingen. Het is gewoon een maandelijks weekblad. Maandelijks blad, geloof ik. En dit is pas nieuw, denk ik. En dit is ook een eentje. Dit is nummer 26. En hier zie je Pokémon. En over welke superkrachten dat je wil hebben of niet. Je kunt er ook een zakje Pokémon kaarten bij krijgen. Van Sword and Shield, The Lost Origin. Gaaf. Dan heb ik hier nog een Donald Duck wekelijks blad. Nummer 10 van 2023. Met Bonje op de Bonte Avond. Leuk af en terug. En dan nog twee comics van Marvel. Sins of Sinister. Nummer 1. Met Mr. Sinister in de hoofdrol. Dit is een nieuwe miniserie die je kan volgen. Gaaf. Goeie krachtig. En dit is er een van Storm. En de Brotherhood of Mutants. En die zit ook in de verhaling van The Sense of Sinister. En Storm is eentje die de natuur kan bedwingen. Een van mijn favoriete karakters uit de X-Men. En dan hebben we hier nog een boekje. Over de Formule 1 2023. Met nieuwe coureurs, teams en auto's. En de circuits waar ze op rijden. We hebben twee Nederlanders in de Formule 1. De eerste, dat is Max Verstappen. Die misschien weer 2023 weer kampioen wordt. En we hebben een andere Nederlander. Die heet Nick de Vries. Hopelijk gaat hij het ook goed doen. Leuk boekje om te lezen. Als je een echte Formule 1 kenner bent. Of Formule 1 fan bent. Nou, dat was het. Dat was het. Ergens in april ben ik weer terug op het kanaal. Er komen wel nog kleine video's op het kanaal over boeken. Een soort shorts. Maar voor de rest ben ik er even niet. Tot ziens. Doei.